Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor een update over hoe het met mij gaat en hoe het met Niels gaat. Niels is inmiddels 7,5 maand oud. Ik denk dat ik het ook meer zoiets moet gaan noemen in plaats van zoveel maanden na de zwangerschap. Weer even een update. Ik ben naar de gynaecoloog geweest, volgens mij heb ik dat wel verteld vorige keer. Dat was in ieder geval allemaal goed. Dat ik in principe als ik nog een keer zwanger zou zijn, dan kan ik gewoon weer normaal bevallen. Dus dat is ook goed om te horen. En zij raden mij aan om naar de chirurg te gaan. Dus daar ben ik nu ook geweest. En volgens mij zijn we daar vorige keer gebleven. Ik doe trouwens eerst mezelf, omdat dat vrij kort is. En dan gaan we daarna lekker door naar Niels. Naar de chirurg gegaan. Daar ben ik afgelopen vrijdag geweest. En die zei eigenlijk, het is een kleine navelbreuk. Het is ongeveer een centimeter. En die stelde de vraag of we nog meer kinderen willen. Nou, ik denk wel dat wij nog meer kinderen willen. Toen zei ze van, dan zou ik wachten als je er iets aan wil doen. Nou, lijkt me logisch. Ik was ook niet anders van plan. Ik weet ook nog niet of ik wat aan wil laten doen. Ze zei, het is vrij simpel. Omdat je een kleine breuk hebt, kunnen ze het gewoon weer aan elkaar naaien, de buikwand. Volgens mij. En anders zetten ze er een matje tussen. En dat is bij mij niet nodig, want het is een centimeter en dat kunnen ze blijkbaar gewoon naaien. Dan is een beetje de vraag wat je wil. Want je kunt het dus in elkaar laten naaien en dan weer dicht en klaar. Maar dan krijg je natuurlijk wel een litteken, ook aan de buitenkant. Dat moet natuurlijk ergens naar binnen. Ze had het over volgens mij een sneetje om de navel heen. Of je laat het zo. Dat kan ook, het kan verder geen kwaad. Ik moet tegen die tijd maar zien. Dus dat was allemaal verder prima. Verder gaat het met mij ook goed. Ik sport weer steeds meer. Ik doe daar nog wel een beetje voorzichtig mee. Want ik merk bijvoorbeeld wel bij dingen als springen en zo, dat toch gewoon, ja, het blijft nog wel een beetje een zwakke plek. De hele bekkenbodem, maar goed, dat zal vast uiteindelijk wel weer goed komen. Maar ik blijf het wat lastig vinden om te bepalen wat dan, zeg maar, oké is en wat niet. Trouwens nog heel even over die navelbreuk. Als iemand van jullie ervaringen heeft, laat vooral even hieronder weten van, is het een groot litteken, is het klein? Ze zei, het is een hele kleine ingreep, ben heel benieuwd. Ze zei, van, ja, dan kan je gewoon een hele mommy make-over doen. Kan je spataderen laten weghalen. Heb ik niet, maar toch fijn dat het zou kunnen. Je borsten omhoog laten hijsen. Ik weet niet wat je allemaal dan, en dat noemen ze dan een mommy make-over. Ik had er nog nooit van gehoord. Klinkt fantastisch, maar ik denk dat ik voorlopig eventjes laat bij wat het is. Maar laat even vooral even weten als je ervaring hebt met een navelbreuk en een eventueel litteken na een operatie. Dus laat maar weten. Dus dat voor wat verder voor wat betreft mij en qua sporten en zo. Verder is er gewoon niet zo heel veel veranderd. Iemand zei later uit de zwangerschapsgroep van, zij is ook wel 1,5 maand eerder volgens mij bevallen ongeveer. En ze zei van, ik ben ontzwangerd. En toen, dat is zeg maar dus 9 maanden na. En dat is bij mij, dat is nog 1,5 maand. Maar ik ga eigenlijk pas rekenen van stoppen borstvoeding. Want dat heb ik geleerd dat het een beter idee is. Want dat voel ik me nog niet. Mijn lichaam is nog niet het lichaam wat ik had voor de zwangerschap. In allerlei opzichten niet. Qua bekkenbodem niet. Qua, het is gewoon allemaal nog een beetje week of zo. En dat, dat schijnt er ook bij te horen. Als ik het gynaecoloog begrijp, is dat heel normaal. Die zegt ook van, het blijft ook gewoon nog wel even week. Je hormonen zijn nog niet genormaliseerd. Dat moet je dus echt 9 maanden rekenen vanaf stoppen borstvoeding, zeg maar. Zoiets zei ze. Dus nee, ik voel me nog niet ontzwangerd. Nou hoeft dat ook nu nog niet, maar ik voel dat ook nog niet. En ik bedoel, ja, ik zou ook wel gewoon even, dat je net weer wat strakker in je vel zit of zo. Ik bedoel, mijn kledingmaat is nog hetzelfde, maar het ziet niet meer helemaal hetzelfde uit als pre-baby. Daarover gesproken zal ik even mijn buik laten zien. En dan gaan we daarna door naar Niels. Dat is natuurlijk veel leuker. Even kijken. Ik heb natuurlijk weer een jongboek aan. Zoals altijd, ik heb een gat in mijn hemd. Heb ik bij deze hemden altijd. Er zit hier altijd een heel irritant bonnetje wat aan jeukt. En dan moet ik het eigenlijk even dichtnaaien. Maar dat vergeet ik alweer. Dit is mijn buik. Ja, ik weet niet of het nog heel erg verandert eigenlijk. De laatste tijd. Maar goed, laat het vooral weten. Ik vind ook nog steeds, dit is echt breder dan wat het was, zeg maar. Ik heb
voelde dit gewoon nog niet. Dit was bij mij. En het zit verder geen vet of zo. Het is alleen, het is gewoon anders. Ik heb het gevoel dat mijn lichaam ook niet helemaal terug is in de oude staat. Het maakt mij ook niet uit. Het maakt me ook niet uit. Het is prima. Maar het valt me gewoon op. Het, zeg maar, sowieso. Ja, ik weet niet. Mijn heren en zo. Ik weet niet. Het voelt gewoon anders. I don't know. Dus dat. Dan Niels. Ik schuif even naar voren. Dan Niels. Met Niels gaat het super goed. Het is echt een ontzettend blij mannetje. Sven moest gisteren ook in het ziekenhuis zijn. Dus we waren met z'n drietjes. En Niels is echt, nou ja. Iedereen komt op hem af. En dan had hij een verpleegster. En dan pakte hij dat handje. En dan hield hij haar hand, zeg maar, met zijn handje zo vast. Ze zei, oh, nou, ik moet mee. En een hele zieke vrouw. Dat was echt, ja, die was helemaal verliefd. Dat was heel lief om te zien. En dan zie je ook dat zo'n kleintje ook doet, zeg maar, met iemand die zich eigenlijk helemaal niet goed voelt. Je zag die vrouw begon te stralen. En het is echt zo schattig om te zien. Hij heeft gewoon een hele open blik. En dat trekt gewoon mensen aan. Dus ik ben altijd een soort, je bent drie keer zo lang bezig met zo'n ziekenhuisbezoekje. Zaten we te wachten in een wachtkamer. Ging de bril van iemands gezicht afdoen. En nou ja, goed. Hartstikke leuk. Maar met Niels gaat het verder heel erg goed. Hij tijgert echt niet normaal snel. Het gaat echt mittens. Die rent echt door de kamer van help. Waar komt hij de hele dag achter me aan? En hij doet alleen maar, ja, is gezellig, mittens. Dat is echt heel grappig om te zien. En ik heb ook nog, ja, zij is gewoon nog steeds wel bang voor. Gaat wel beter. Ze zit nu wel vaak van een afstandje een beetje de boel te observeren. Hij pakt echt alles. Afstandsbedieningen kunnen in de mond. Lampen kunnen in de mond. Hij telt naar vaccinelichtjeshouders. Die hebben we al in het midden van de tafel zitten. Daar was hij ook altijd mee bezig. Maar hij loopt dus ook naar de krabplank en de krabpaal van mittens. En middens haar huisje. En ja, middens de speeltjes. Dus het is wel, we moeten nu wel echt op gaan letten. Want ik vind het bijvoorbeeld niet zo fijn als hij dingen van mittens in zijn mond stopt. Omdat zij ze ook in zijn mond heeft gehad. En er zitten gewoon, ja, kattenbacteriën. Die zitten natuurlijk door ons hele huis. Maar ja, ik weet niet, dat vind ik dan wel een beetje overdreven. Dat houdt in dat we dus ook zo'n box nu omlaag hebben gedaan. Laatst zag ik hem aan zijn bed ook beginnen. En ik dacht, dat gaat natuurlijk ineens heel snel. Dus we gaan straks ook zijn bed nog een verdieping lager zetten op de laagste stand. Hij kan goed zitten. Hij kan nog niet zelf gaan zitten. Maar als je hem neerzet, kan hij redelijk goed blijven zitten. Af en toe als hij moe wordt, dan op. Maar in principe kan hij vrij goed zitten. Dus ik ben echt enorm onder de indruk van al zijn kleine talentjes. En zijn favoriete boekjes, ik zei het ook al even op Instagram, volgens mij zijn deze dingen. Dit zijn geluidenboekjes en deze zijn van de Kruidvat. Het Kruidvat, de Kruidvat, weet het niet. We kochten ooit deze en hij vindt dit echt fantastisch. En dit is zeg maar, dus dit is een leuk plaatje en dan hoor je geluiden. Nou, hij vindt dit echt, hij kan hier echt uren mee bezig zijn. En uren, voor zover een baby uren met iets bezig kan zijn. Maar goed, hij eet het ook. Heel erg fijn. Het zijn hele leuke boekjes. En nu waren ze afgelopen week, of twee keer voor, waren ze 2 voor €4. Dus toen hebben we er nog allemaal extra aangeschaft. Gewoon, hij vindt ze heel leuk. En ook omdat ze dus wel een beetje kapot gaan. Hier is dan de natuur. Dus dan hoor je, oh, een stukje sfeer. Ja, als zodra dat geluid aan gaat, gaat hij. En verder vindt hij het gewoon heel leuk om te bladeren, zeg maar. Want alle boeken met gewone bladzijden, dat gaat nu gewoon stuk. Dat is nu even niet de fase. Maar dit soort boekjes, ja, daar kan hij niet zoveel aan scheuren, zeg maar. Hij kan het wel in zijn mond stoppen, uiteraard. Vandaar dat je dat ook overal al ziet. Maar dat is echt een groot succes. Dus ik zou echt iedereen aanraden. Geluidenboekjes, deze zijn van de Kruidvimmers, heel veel. Op heel veel plekken heb je ze. En van groot naar klein. En nou, ik zou dus een kartonnen variant aanraden. En volgens mij zijn die ook allemaal van karton. Anders kan je niet de spullen erin verbergen wat het geluid maakt. Dus dat is een groot succes. Wat ik ook heb gedaan is de knuffels uit zijn bed gehaald. Behalve deze. Want dit is gewoon zijn, zeg maar, zijn slaapknuffeltje. Maar alle andere eruit gehaald. Hij had er maar 3 staan. En ik merkte iedere keer als we hem in bed legden en hij was
net te moe of net niet moe genoeg. Dan ging hij zich omdraaien en dan ging hij dus aan de haal met die knuffels. Wat leidde tot niet slapen. En toen dacht ik, weet je, die knuffels gaan er nu gewoon uit. Dus nu de leeftijd bereikt dat hij dat ook gewoon allemaal veel te interessant vindt. Wat er nog wel in ligt is 3 spenen. Maar dat is gewoon omdat ik echt zo nachtblind ben. En als hij dan iets op de grond gooit, dan kan ik het niet meer vinden. En we hebben nu ook, zeg maar, van die spenen die dan glow in the dark zijn. Heel makkelijk voor mama, want ik kan ze zien liggen op de grond. En die wisselt hij nog wel eens en die gooit nog wel eens uit zijn bed. Eigenlijk gaat slapen wel heel goed. Hij slaapt s'nachts goed. Dus we leggen hem nu rond een uur of 7:30 in bed. En dan slaapt hij door tot nu of 7:30. Heerlijk. Soms wordt hij wel wakker. Hij was afgelopen maandag was hij ziek. Had hij ook koorts, mocht hij dus niet naar het kinderdagverblijf. Nou, was hij één grote snotterende, niezende bende. Vervolgens ik natuurlijk ook, uiteraard. Dan slaapt hij gewoon minder goed. Hij moest heel erg hoesten en dat klonk ook echt, het klonk echt heel zielig. Maar goed, dat is nu ook weer voorbij en hij hoest nu nog wel een beetje hoor. Maar in principe, hij slaapt nu wel weer gewoon door. Maar toen moest je er vrij vaak s'nachts weer even een speentje erin of een slokje water geven of zo. Water vindt hij fantastisch. In categorie hak op de tak, gaan we lekker verder. Water vindt hij fantastisch. Ik geef het soms uit een flesje. Een flesje van zeg maar, toen hij nog heel klein was. Dus met een heel klein openingetje. Of uit een tuitbekertje of uit een gewone beker. En het wordt allemaal een kliederboel. Gewone beker wordt natuurlijk het meest kliederboel, flesje het minst. Maar hij vindt water echt heel lekker. Het is heel gek, want hij bijt op heel veel dingen. Hij vindt koud dus ook heel fijn als tanden, maar hij heeft nog steeds geen tandjes. Ik heb ook niet het gevoel dat het anytime soon aan het komen is. Ik denk het iedere keer en dan is het weer niet zo. Dus ik heb het maar gewoon losgelaten. Het maakt mij ook niet uit wanneer hij die tandjes krijgt, maar het is gewoon zo gek omdat hij zo erg... Ook met die tuitbeker. Hij zit heel zo op die tuiten knagen en zo. En op die boekjes. En hij knaagt gewoon overal op een soort konijn. Maar goed, dus het slapen gaat eigenlijk heel erg goed. En wat hij dan dus nu doet is... Er zit nog steeds niet echt een enorm goed schema in. Dat wil ik nog steeds wel voor elkaar zien te krijgen. Maar ik blijf het een beetje last vinden. Want je moet ook weer het eten. Vooral het ook, zeg maar. En ik heb altijd gezien, je moet niet alles tegelijk willen aanpakken. Hij slaapt eigenlijk 's ochtends het meeste. Dus meestal dan komt hij rond 7:30, 8:00 uit bed. En dan gaat hij rond 8:30, 9:00 gaat hij alweer slapen. Dan slaapt hij 3 kwartier ongeveer. En dan wordt hij wakker, een fruithapje. En dan is de 11 uur fles is een beetje de vraag. De ene keer drinkt hij hem helemaal leeg. De andere keer drinkt hij er niks uit. Dus die ben ik nu maar voor de helft aan het doen. Voor de helft aan het geven. Dan slaapt hij dus net daarvoor of net daarna weer. En dan krijgt hij rond de lunch, zeg maar rond 12, 1 uur, krijgt hij een broodje. En dat is ook iets nieuws, een broodje of een soepstengel. En dat vindt hij ook wel heel interessant. Ik moet zeggen dat hij niet super goed eet. Hij zit vooral gewoon een beetje op de knagen en het schiet niet heel erg op, zeg maar. Ik heb nu vandaag voor het eerst een broodje met appelstroop gegeven. Ja, je leest ook maar weer wat je moet hebben. Ik heb echt eeuwen gezocht naar margarine. Ik ben heel benieuwd, wat voor margarine gebruiken jullie? Want ik lees overal dat je margarine moet geven. Smeerbare margarine. Nou, wij hebben uiteindelijk Bona gedaan. Ik heb geen idee, maar dat was hetgene waarvan ik, als ik beschrijvingen las, het meest klopte met het doel. Dus laat maar weten, ik ben echt heel benieuwd. En dan heeft hij zijn broodje gehad en dan krijgt hij wat drinken bij, wat water of een beetje afgekoelde thee. Dan gaat hij ergens nog wel een keertje slapen. Dan gaat hij meestal wel ietsje langer slapen. En dan om 3 uur de fles. En dan gaat hij vaak rond een uur of 4, 5 nog een keer slapen. Maar er zit ook best wel veel speling in. En de ene keer slaapt bijvoorbeeld 2 keer nog voor de 11 uur voeding. En de andere keer 1 keer. Dus ja, daar ben ik nog wel een beetje naar aan het zoeken. En ook omdat we dus nu net weer dat eten een beetje aan het omgooien zijn. Want we beginnen nu 's ochtends met pap. In plaats van de fles. Wat een cream is dat. Zo'n fles, dat maakt gewoon niet zo'n zooi. Maar die pap. Oh, ik heb nog niet helemaal de juiste verhoudingen. Dat is allemaal gedoe. Maar goed, prima. Wij geven pap. Maar ik ben dus heel benieuwd. Of jullie een bepaald schema hebben voor jullie kleintjes. Nou, Niels is dus ongeveer 7,5 maand nu.
En ja, hoe je die slaapjes meer kan gaan timen. Want eigenlijk wat ik doe is, ik kijk gewoon naar de signalen. Dus als hij aangeeft door in zijn ogen te wrijven, aan zijn oortje zitten of dat soort dingen, dan gaat hij naar bed. Maar het zou natuurlijk makkelijker zijn als je gewoon een beetje vaste tijden hebt. En ik weet gewoon niet zo goed of ik dat erdoor moet gaan drukken of niet. Dus laat me weten als je ervaring mee hebt. Ik ben heel benieuwd. En even denken, verder. Oh ja, schoentjes. Een collega's van mij die raden mij schoentjes van Bobuks aan. Dat is een merk uit Nieuw-Zeeland. En nou zijn deze nog een beetje groot, maar er was nu sale. En dit is de Baby's First Walker. En er staat een heel handig systeem, ook hoe je de maten kan meten en dat soort dingen. Want het idee achter deze schoentjes is dat ze gewoon super flexibel zijn. En dat je dus niet een beperking hebt in de beweging van het voetje. Dus hij kan echt gewoon, nou ja, gewoon alle kanten op. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetje van de baby, omdat alles nog niet helemaal uitgehard is en zo. Ze zijn ook wat breder, zodat het voetje genoeg ruimte heeft. Nou, deze heeft zoals het is de First Walker, maar je hebt ook gewoon echt babystofjes. Die ben ik ook nog wel aan het overwegen. Maar wat ik heb wel, het is wel zomer, dus meestal zit hij toch op zijn blote voetje. Ik heb hem thuis eigenlijk altijd op blote voetjes en buiten. Ja, sokjes of blootvoetjes of schoentjes. Als hij loopt natuurlijk nu nog niet. Maar deze heb ik dus eigenlijk een beetje gekocht met in mijn hoofd van... Nou, dat is dan leuk voor Italië. Want dan zijn we natuurlijk wat meer buiten. En als je dan ook een beetje in het gras... En nou, gras kan wel, maar centjes en zo... Dat je dan gewoon dit aan kan trekken. Het is een zomerschoentje. Dus hij heeft hier van die gaatjes. En hij heeft klitterband. En dan kan je gewoon... Zeg maar, er zit verder niks, geen... flapje of zo. Dus het is gewoon lekker luchtig. Maar ze zijn gewoon een beetje stoer. Het is niet helemaal dat je denkt zo'n super verantwoord. Maar het ziet er niet uit, schoentje, zeg maar. Dus ik vond deze nog wel heel stoer. Mooi grijs binnenkantje, heel zacht. En hij heeft dus maat 20. Tenminste, ik weet niet of dit de normale maat dan is. Maar voor die site had hij maat 20, heb ik opgemeten. En dit is maatje 21. Omdat ik ervan uitga dat zijn voeten nog wel iets groeien. Hij heeft gewoon sowieso grote voeten. Dus die. Dus daar ben ik ook blij mee. Ik ben heel benieuwd. Hij vindt het nu nog maar gek. Schoenen aan zijn voeten. Maar ja. Verder gaat het eigenlijk heel goed. Is gewoon echt een heel blij, vrolijk mannetje. Hij vindt het kinderdagverblijf superleuk. Hij vindt het leuk als opa komt. Want die past natuurlijk ook elke week een dag op. Hij vindt het heel gezellig als oma komt, die ook mij vaak helpt op de dagen dat ik vrij ben, dat ik mama dagen heb. Dan komt ze ook vaak deels zodat ik bijvoorbeeld even naar de kapper kan, wat ik laatst heb gedaan. Weet je, dat soort dingetjes. Vindt hij ook heel leuk. Mijn andere, zeg maar mijn schoonouders, dat vindt hij ook heel leuk. Die komen dan wat minder vaak, maar die herkent hij ook. Ik ben heel benieuwd wanneer die eenkennigheidsfase gaat komen en in hoeverre hij er... heel erg last van gaat krijgen. Omdat het zo'n mensenmens is, denk ik dat het wel mee zal vallen. Maar het is gewoon heerlijk. Het is gewoon echt een heerlijk mannetje eigenlijk. Ja. Dus. Dat was het volgens mij. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Het was natuurlijk weer een complete chaos. Zoals altijd. Laat vooral ook weten als je nog vragen hebt. Of als je zegt van joh, je hebt het daar of daar eigenlijk nooit over. Wil je daar eens wat meer over vertellen? Laat vooral weten. Ik vind het altijd super leuk om te horen. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! De oogschaduw deze is van Kiko. En dit is de Cream Crush Lasting Color Eyeshadow in nummertje 6. En dat is een hele mooie.